Nou, zoek hem op. Zoek hem op, Wes. Maak beweging. Je moet hem dus niet zo helemaal van je afdoen en dan gaan sprinten achter die bal aan. Maar het moet ook kort gebeuren. Ja? Dus achter je standbeen moet ook kort bij die bal daarna. En even aanzetten. Ja, gaat ie. Kom maar. Dus je zoekt de lijn op en dan zet je eventjes aan. Dat doe je zowel met links als met rechts, hè? Zowel met links als met rechts. En goed kijken of het kan. Nee. Elke keer doe je daar waar ruimte is. Pas en neem mee die bal. Het is wel leuk om hier wat over te zeggen, want dit was natuurlijk de basis van waar het allemaal begon. Je ziet de oefeningen, de standaardoefeningen, die lijken eigenlijk zo simpel, maar het helpt je met alles, je techniek. En dit was eigenlijk een voorbeeld van hoe we steeds, ik meen 1-2 keer in de week, voordat we het veld op gingen, gingen we eerst de zaal in techniektraining. En dat zijn... Dat is wel voor mij de basis geweest. Hè? En, ik weet niet of je dat straks eens zien kan, maar ook met het tegen een muur aanschieten met verkeerde benen en aannemen met je andere been of ook met je verkeerde been. Dat zijn de basisdingen die je nodig hebt om stappen te maken. En dat is, ik vind het wel leuk om dit te zien. Dit heb ik eigenlijk nooit meer teruggezien. Hier is de vierkant lijf. Zoek elkaar maar, maak het maar een beetje moeilijk voor jezelf. Zoek elkaar maar een beetje op in het midden. Goed zo, en dan ga je weer naar buiten. En dan ga je weer naar buiten. Hup, en dan kom je weer even naar binnen. Oké, op de bal, vooruit. Op de bal, vooruit. Zo ja. Van binnen naar buiten, hè. Dit is eigenlijk wat we als huiswerk meekregen. Een bal met de welbekende bal met netje en een touw eraan. Dit was echt huiswerk. En nu zie je me alleen tegen die ballen trappen. Maar we kregen bijvoorbeeld op vrijdag kregen we huiswerk mee voor na het weekend. En moest je dat dan laten zien. Maar van alles, trucjes en weet ik wat. Alleen maar puur om balgevoel te krijgen. Dit is... Continu tegen die bal aan trappen met links en rechts en links en rechts. Het oogt heel simpel. Het oogt eigenlijk of dat het misschien niet helpt. Maar het helpt wel degelijk. Want je merkt gewoon bij iedereen gedurende die periode van 7, 8, 9 jaar, die heel belangrijk is voor de ontwikkeling, dat het gewoon in 3 jaar zo kan verbeteren.